Kies het instellingen-pictogram om het pop-up-menu te openen. Kies de hoofdinstellingen om de weergave van het hoofdscherm te wijzigen. Kies Alle instellingen om alle opties voor de instellingen van de auto te selecteren. Kies Algemene instellingen als u de datum en tijd wilt instellen, de weergave van het touchscreen wilt wijzigen, een screensaver wilt instellen, de pincode wilt wijzigen of juridische informatie wilt bekijken. Kies Functies om de functie-instellingen van de auto te bekijken en te wijzigen. Navigeer omhoog en omlaag met de schuifbalk of veeg over het scherm. Kies Talen en toetsenpanelen om de systeemtaal en spraak in te stellen. Voor systemen met een spraaksysteem kunt u ook een mannen- of vrouwenstem instellen. Kies toetsenpanelen om toetsenpanelen weer te geven of toe te voegen en toetstonen in of uit te schakelen. Kies Connectiviteit om de connectiviteitsinstellingen te bekijken en te wijzigen. Kies audio-instellingen om de instellingen van de audio-uitgang en geluid te wijzigen. Kies de plus- of min-toets om lage tonen, hoge tonen en de subwoofer te regelen of sleep de schuifregelaar naar de gewenste positie. Met de pijlen kunt u het richtpunt van het geluid in de auto verplaatsen. U kunt dit punt ook naar de gewenste positie slepen. Elk menuscherm biedt toegang tot de instellingen voor de betreffende functie. Kies het instellingen-pictogram om het pop-up-menu te openen.